Het onafhankelijk kiesbureau heeft toezicht gehouden op het wervingsproces van stembureaus, personeel, voor de verkiezingen van 2025, uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorzitter Sheikh Ali Baks meldt dat het proces goed is verlopen, maar dat de benodigde aantal stembureaupersoneel nog niet bereikt is. Het OKB blijft toezien op de selectieprocedure en waarborgt de integriteit van het verkiezingsproces. Het justitieel interventieteam heeft op 14 augustus 2014 met ondersteuning van het Nationaal Leger een illegale landingsbaan in Witagrong, district Sipaliwini, onklaar gemaakt. De actie was onderdeel van de strijd tegen illegale activiteiten en smokkel, uitgevoerd in opdracht van de procureur-generaal. De landingsbaan werd met explosieven vernietigd, maar er waren nog op dat moment geen zichtbare activiteiten. Het Openbaar Ministerie benadrukt de gezamenlijke inzet tegen dreigingen en roept burgers op om verdachte activiteiten te melden. Het Verkeersveiligheidsinstituut lanceert de Verkeersveiligheidsmaand met thema Verkeersveiligheid begint bij mij. Als reactie op roekeloos rijgedrag en onoplettendheid. Directeur Joan Adraai benadrukt de noodzaak van bewustwording onder weggebruikers, terwijl onderdirecteur Percy Landveld het belang van verkeersdata voor beleid benadrukt. In 2024 werden 1523 verkeersongevallen geregistreerd, met autobestuurders en bromfietsers als de grootste groepen slachtoffers. Landveld pleit voor het snel invoeren van een bromfietscertificaat en waarschuwt voor meer ongevallen tijdens vakanties, vaak veroorzaakt door vakantiegangers en verhoogd alcoholgebruik.